Rudy Wachtmans had vanmorgen voor het laatst contact met Rudy Lubbers. Ik ben vanmorgen om 5 uur opgestaan. Ik heb van 5 uur tot 1 uur of 8 heb ik telefonisch en per e-mail contact gehad om alles te regelen. Rudy is vanmorgen voor de eerste keer in bad geweest sinds maanden. Met Rudy gaat het naar omstandigheden goed. Hij verblijft sinds gisteren samen met zijn zoon en de zoon van Ria in een hotel. Rudy's partner Ria is overgebracht naar een ziekenhuis. Haar toestand wordt onderzocht. Ze had 2 maanden in een kattenbak van een auto gelegen, zonder te bewegen, onder een dekentje in de kou. En je zag wel dat er verder niet lang meer gewacht had moeten worden, want dan had het valikant verkeerd afgelopen. Het programma Andere Tijden Sport bracht de mensonterende situatie van de bokslegende en zijn Ria aan het licht. Wachtmans hielp Lubbers al eens eerder en besloot ook nu weer in de bres te springen voor zijn vriend. Van maandag af 20 uur per dag. Dus van afgelopen maandag 8 uur, 20 uur per dag tot nu toe. Ja. Wat heeft u ervoor over? Alles. Ja, alles. Rini Wachtmans wordt overspoeld met reacties van mensen die hulp aanbieden. Je bent een held. Nou, nee hoor. Nee, pertinent niet. Ik ben gewoon een boerenzoon. En ik ben nu oud genoeg om te weten dat iedere mens moet doen wat hem toekomt. Maar mensen weten dat wel in Brabant, en zeker in Willebrod. Als mensen in nood zijn, dan kunnen ze meestal ook Rini Wachtmans bellen, want dan komt het meestal ook nog wel goed ook.